Wat ik van de verkeerssituatie vind, ik denk dat het een verergering wordt van de situatie zoals die voorheen wordt. Omdat nu de ouders met kinderen toch door gaan rijden en de kinderen eruit zetten. En vroeger konden ze doorrijden en die moeten nu gaan zitten keren. Terwijl de kinderen nu een veel grotere oppervlakte hebben waar ze kunnen fietsen. Zodat de situatie volgens mijn idee toch veel gevaarlijker wordt. En de parkeergelegenheid welke voor de vergunninghouders is, zal ongetwijfeld bij een nienaleving van de handhaving daarvan benut worden voor de ouders die de kinderen weg komen brengen. Kijk, en daar zijn de paaltjes en daar rijden de mensen, daar rijden ze gewoon overheen. De verkeerssituatie zoals die op het ogenblik is, laat de wens over. En ik hoop dat als het hele proces hier afgesloten is, dat er een verbetering in komt. En dat er ook een handhaving komt in de regels welke de gemeente hier voorgesteld heeft.